In deze aflevering samen doen voor de Stichting Anders, maar we beginnen met techniek en onderwijs. Ik ben Astrid de Groot, dit is Tiel aan tafel. We gaan praten over techniek. Ja. Een heel mooi onderwerp met twee voormalige en nog steeds actieve docenten, heb ik begrepen. Stelt u zich even voor en waarom jullie hier aan tafel zitten? Nou, ik ben Corinne Remijn en ik draai sinds een half jaar mee bij de techniekwedstrijd, Stichting Techniekwedstrijd. Ik ben dus eigenlijk een jonkie in het stel. Ik ben Theo van Bijsteren, ik ben docent van de basisschool in Tiel geweest. Ik heb 14 jaar meegedaan als docent en de laatste jaren ben ik gepensioneerd. En ben ik nu coördinator van de werkgroep van de Stichting Techniekwedstrijd. Ja, en techniekwedstrijd voor de basisschool. Voor basisschool. Want daar begint het allemaal. Ja. Daar maken we de leerlingen enthousiast voor het vak en voor de techniek in het algemeen. Ja. Want dat is hard nodig, hè? Dat is hard nodig. Bedrijven die staan te springen om technici. Vooral in een specialistische techniek, daar kunnen ze bijna geen mensen krijgen. Nee. En hoe komt dat? Hebben jullie daar een gevoel bij? Waarom dat komt? Hoe dat komt? Nou, veel wat wij ook op scholen merken, ook bij de jongeren al, als je ze vraagt welke technische beroepen ken je, dan hebben ze het vaak over inderdaad, in de bouw, monteurs, automonteurs, metselaars, noem maar op. En ze hebben ook niet het idee dat scala eigenlijk veel breder is. Dus dat je ook op mbo-niveau ICT'ers hebt, dat je van alles en nog wat kan doen. Een deel wil gewoon de handen niet meer vuil maken en die zegt van ja, techniek, vuilwerk begin ik niet aan. Meisjes denken ook vaak dat is echt een mannenvak, dus die denken daar ook al niet aan. Hmm. En iets anders is dat ik de indruk heb dat mensen het ook steeds minder van huis uit meekrijgen. Dus ouders raken ook steeds hoger opgeleid. Die zijn ook minder bezig met technische vakken en ze zien dat ook minder makkelijk. Ja, ja. Ja, want waar je vroeger van huis uit dat meekreeg, hè? Ja. Als iemand metselaar was of kraanmachinist, dan kregen de kinderen dat vaak mee. Ja. Ja. En dat is toch minder nu? Ja, kinderen worden ook steeds hoger opgeleid. Hè? Dus steeds minder kinderen stromen uit naar het mbo. Ja. Dat is toch als wij naar de scholen gaan, introduceren we het thema. En dat doen we ook met een plaatje en een praatje. Waarbij dus de kinderen laten zien van je hebt ook ingenieurs nodig die al die technische dingen bedenken. Mm-hmm. Hè? En dan heb je mensen nodig die het uitvoeren. Maar technische mensen heb je in alle niveaus nodig. Ja. Dus ook als je naar het ateneum gaat, kan je een technische vervolgopleiding gaan doen. Ja, want technisch is in alle regionen, op alle niveaus. Maar ook de mensen die op hoger niveau uiteindelijk eindigen, die hebben ook een stukje praktijk nodig. Ja, dus ergens beginnen met werkervaring, stages, is natuurlijk prachtig. Ja, tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Absoluut, absoluut. Ja, schreeuwende behoefte aan mensen die ook met hun handen kunnen werken. En je hoort het ook steeds meer. Tenminste, wat ik zo in de wandelgangen hoor, is dat er ook kinderen zijn die opgeleid zijn op hbo-niveau of havo of vwo-niveau. Ja. Die zeggen van, ik wil dit helemaal niet. Ik wil juist met mijn handen werken. Precies. opgeleid zijn en praktisch aan de slag. En ja, daar hebben we heel veel behoefte aan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat horen wij ook van de bedrijven die ons ondersteunen. Ja. Prachtig. Maar het begint bij die basisschoolleerlingen. Begin, jullie hebben een project. Het start ergens in maart van het jaar meestal. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we kiezen met de werkgroep kiezen we een thema. Elk jaar een ander thema. En dan gaan we de scholen langs en dan introduceren we het thema. Dus de scholen krijgen, een groepjes van 4-5 leerlingen, krijgen een startpakket. Materialen gebaseerd op het thema. Dit jaar was het dan kettingreactie, het thema. Nou, ze kregen wat hout, ze kregen wat stalen knikkers, wat elektrische materiaaltjes en waarmee ze dat kunnen doen. Dan gaan de schoolbezoekers, die gaan tijdens het werk als de klas, want het is de bedoeling dat de leerkracht het met de kinderen zelf doet. Wij gaan geen les geven in die scholen, maar als een leerkracht ergens mee zit, dan kunnen wij steun bieden. We gaan ook één keer in de tijd dat het loopt, gaan we kijken en we gaan foto's maken, zodat we later ook kunnen laten zien wat die kinderen gedaan hebben.
Dat doen jullie met een heel team. Oud-docenten, ja. Maar ook mensen uit de vakwereld zelf. Ja, mensen uit het bedrijfsleven, meestal gepensioneerde mensen, want het gaat natuurlijk onder schooltijd en dan moet je wel tijd hebben. Mm-hmm. En gepensioneerde leerkrachten, techniekleraren, maar ook mensen uit het bedrijfsleven. Ja, ja, dat is natuurlijk ook heel leuk voor die mensen om dat te doen. Dus het is over en weer is het natuurlijk mooi iets. En wat kan ik me dan voorstellen? Want daar komen heel veel werkstukken uit die scholen, want het zijn scholen vanaf, ik zag Leerdam tot op Heusden. Ja, het hele rivierengebied daartussen. Ja. Ja, en die kinderen die worden allemaal op die scholen gestimuleerd om iets technisch te bedenken. Ja. Hoe bedenken ze dat dan in de klas? Gaan ze daar zelf mee aan de slag? Of de docent geeft een voorschotje? Sinds vorig jaar hebben wij een logboek laten ontwerpen. Dat is gebaseerd op de 21e eeuwse vaardigheden. Dat begint dan bij het brainstormen over het onderwerp. Komen tot een eensluidend ontwerp van het werkstuk waar de kinderen samen aan gaan werken. En dat, want stapje voor stapje komen ze dan tot een eindresultaat. In het verleden was het vaak, dan beginnen we ergens aan. En halverwege komen ze erachter dat het eigenlijk niet werkt. En dan moeten ze opnieuw beginnen en is materiaal op. Ja. En dat gaat nu echt stapsgewijs. De meeste scholen zijn bezig met de 21e eeuwse vaardigheden. Mm-hmm. Dus het is voor die leerkrachten ook een bekend gegeven. Ja. En dat werkt erg goed. Maar wat zijn de wat maken ze dan? Vertel eens over vorig jaar de winnaar. Jaar was het thema was verticaal transport. Dus denken we aan liften, hijskranen en dat soort dingen. De winnaar had een fantastisch werkstuk gemaakt. Dat was een hijskraan dat hydraulisch bestuurd werd. Dus met injectie spuiten, met slangetjes, met gekleurd water. Kon je ook aan de kleur precies zien waar het naartoe ging. Gingen de stempels van de vrachtwagen naar beneden, kwamen de wielen van de grond. Met andere injectiespuiten werd de hefboom van de hijskraan omhoog en omlaag bewogen. Prachtig. Dat was echt geweldig. Ja. Die kwam ook met kop en schouders boven alle andere werkstukken uit. Maar ook liften in ziekenhuizen en skibaan liften met kleine poppetjes in de sneeuw omhoog gingen. Ja. Nou, heel veel fantasie ingebruikt en je kan alle kanten op. Dat is het leuke ook. Het is een heel vrij thema. En zo'n dag zelf, want op een gegeven moment komt dat allemaal bij elkaar. Dat is nu op 14 juni. 14 juni. Op een vrijdagmorgen. Op vrijdagmorgen. En komen ze allemaal bij elkaar in Geldermalsen. Bedrijf van bouwmensen, ja. Mm-hmm. Dan worden de loodsen die worden helemaal leeggemaakt. Ja, we verwachten tussen de 110 en de 115 werkstukken. Dus dat is echt heel veel. Ja. En dat wordt door de deskundige jury beoordeeld, met de prijzen uitgereikt. Maar die dag wordt ook, die ochtend is ook met muziek, las ik. Muziek. Er is van alles te doen rond dit thema. Ja. Demonstraties en een goochelaar. Ja. En presentatie van alle ontwerpen. Er is ook één avond waarop de ouders mogen komen kijken. Ja. Een belangstellende. Ja. Wat de leerlingen hebben gemaakt. Dus, vaak de ouders die kunnen dan vrijdagochtend niet komen kijken. Maar dan vrijdagavond is het gebouw open. En dan kunnen de kinderen met hun ouders komen. En dan kunnen ze nog een keer bekijken. Ja. En het leuke is, de jury die kijkt dus niet alleen maar naar het eindresultaat. Maar ze kijken ook heel erg naar het proces. Dus het logboek waar hij het net over had. Hoe heeft het groepje samengewerkt? Hebben ze van tevoren informatie verzameld over het thema? Hoe was hun planning? Mm-hmm. En dat zijn dingen die leerlingen ook nodig hebben. Niet alleen in de techniek, maar eigenlijk bij alles. Ja. Daarnaast kijken ze natuurlijk of het werkstuk aan de eisen voldoet. En die creativiteit, het zelfdenken, iets nieuws bedenken en uitvoeren. Ja. Dat is daarbij heel erg belangrijk. Ja. Dus het is altijd eigenlijk een verrassing wat er uitkomt bij zo'n thema. Ja. Ja. Zijn het ook groep 8 kinderen of is het ook jonger? 7 en 8. 7 en 8. Ja. Ja, er zijn scholen die alleen met groep 8 meedoen, maar er zijn veel groepen die hebben een gemengde groep 7-8. Ja. En dan doen die samen mee. Er is ook een aantal scholen die alleen met de hoogbegaafde klas meedoet, die dan extra project daarin heeft. Ja, voor als zij inderdaad klaar zijn met hun werk, dat ze daarin hun extra tijd besteden. Precies. Dat is natuurlijk ook een mooi doel. Nou, en dan met elkaar hopen na zo'n mooie ochtend dat de kinderen dan straks ook voor de techniek gaan kiezen natuurlijk. Ja, dat is dat is natuurlijk wel vrij ver weg. Als je het over deze leeftijdsgroep hebt, kunnen wij meten of hierdoor kinderen eerder voor techniek kiezen. Wat we hiermee wel doen is en ze wat meer informatie geven over de mogelijkheden op technisch vlak, technische opleiding te gaan doen.
en die drempel verlagen. Dus dat ze, wat we vooral willen is dat ze merken dat technische dingen heel leuk kunnen zijn. Uitdagend, ze leren schilderen, timmeren, zagen. In dit geval vaak ook een elektrisch circuitje aanleggen. Ja. Dus dat ze wat feeling krijgen voor wat dat dan betekent. Ja. En van daaruit kan die belangstelling ontstaan. Ja. En het is ook niet voor niks dat ik als vrouw bewust ben aangehaakt. Ja. Omdat toch vooral ook voor meisjes is die drempel nog iets groter. Dus daarom vind ik het ook fijn als we in teams naar de scholen gaan. Om dan als vrouw daar ook te laten zien van nou, ik ben ook enthousiast over techniek. Ja. En dit zijn dingen die je als meisje ook kunt leren. Ja. En daarmee ook die drempel te verlagen. Ja. Zeker. Dus het is vooral drempel verlagen en enthousiasme kweken. Nou, heel goed werk. Ja. Hebben we met elkaar nodig in onze maatschappij, hè? Vakmensen. Ja. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. En hartelijk bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Stil aan tafel. Aangeschoven aan tafel Daphne en Wim. Daphne is van de Stichting Anders. Klopt. En Wim is op een andere manier daarbij betrokken. Daar gaan we het later over hebben. Maar we beginnen met jou, Daphne. Ja. Jij gaat ons alles vertellen over de Stichting Anders, lokaal hier in Tiel. Zeker. Stichting Anders organiseert eigenlijk maandelijks activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we speciaal voor mensen hier eigenlijk uit de regio. Eigenlijk wat wij doen is zorgen voor ontmoeting, een stukje vrije tijdsbesteding. En dat mensen eigenlijk gewoon even weg kunnen. Vaak zijn ze op hun eigen locatie erg beperkt met de mensen die daar wonen. En wij dragen eigenlijk bij dat zij ook anderen even kunnen ontmoeten. Dat ze wat leuke activiteiten kunnen ondernemen, een stukje zelfstandigheid. Dus eigenlijk net als wat jij en ik regelmatig doen. Even een dagje uit. Ja. Ja, mooi. En dat doen jullie met vrijwilligers? Zeker, maar wel professionele krachten. Dus mensen die eigenlijk ook werken in de gehandicaptenzorg. Dus die ook echt wel een stukje begeleiding kunnen bieden. Maar daarnaast ook zeker vrijwilligers die het gewoon ook leuk vinden om te kunnen ondersteunen. Mm. Ja. En welke leeftijd hebben jullie het over? Eigenlijk alleen maar volwassenen. Okay. Ja. Ja, mooi. Ja, zeker. Maar hoe kom jij daar dan bij? Ja, hoe kom ik erbij betrokken? Hè? Nou, ik ben ook lid van de Tielse Automobielclub. En wij hebben in het verleden met de Automobielclub, deden wij eigenlijk altijd wel die ritten mee rijden. Daar werden we gevraagd als de auto's tekort kwamen en zo. En het afgelopen jaar hebben we een gigantisch mooi kerstdiner bezorgd voor de Stichting Anders. En dat was eigenlijk zo goed bevallen. En dan zit je met elkaar te praten van wat kun je nog meer doen en wat zijn de mogelijkheden. En toen hebben wij eens een keer voorgesteld vanuit de Tielse Oldtimer Club van, goh, is het nou niet gezellig dat we van hieruit nou eens een rit gaan organiseren? En ook zorgen dat er dan wat meer activiteiten bij betrokken worden. En we hebben wat leuke activiteiten bedacht vanuit de club. Ja. Want dat heeft alles met nostalgie ook te maken, heb ik begrepen. Het meeste heeft wel met nostalgie te maken, ja. Want het is, de locatie is de bedoeling dat het een oud sloperij museum gaat worden. Die we al eens een keer in Tiel gehad hebben. En dat is nostalgie, ja. Maar dan heb je het over de mensen die via de Stichting Anders die worden opgehaald thuis, begreep ja. ik. Dus dan gaan jullie met een mooie automobiel ook de mensen echt thuis ophalen. Ja. Jullie brengen de mensen naar de locatie. Maar er zijn ook mensen van buitenaf gewoon welkom die dag. Ja, iedereen is welkom. Ja, we doen het niet enkel alleen voor de Stichting Anders, maar er mag ook mensen die, kinderen die een beperking hebben of mensen die een beperking hebben, die kunnen zich gewoon daar aanmelden. Moeten ze wel bij Stichting Anders doen natuurlijk, want dan kunnen wij met Stichting Anders ervoor zorgen dat we weten hoeveel mensen het zijn. Maar iedereen is welkom. Ja. En dan had jij het ook over nostalgische prijzen. Vertel daar eens iets over. Nou, het uitgangspunt was eigenlijk dat we zouden zeggen, we moeten aan zo'n dag wat overhouden. Want er is na weinig budget voor die doelgroep. En toen dachten wij, veronderstel nou dat we een nostalgische kermis gaan maken. Niet al te groot, maar een paar attracties. En dan de nostalgische prijzen van vroeger hanteren. Nou, dan wordt het in één keer ontzettend leuk. Want dan gaat de ene zeggen van ja, dat is leuk. Maar nostalgisch eten voor goedkope prijzen en zo. Dus dan bieden mensen zich aan, gratis en voor niks, om daar eens aan bakken. Hamburgers. Er biedt iemand zich aan die een suikerspin gaat staan dragen voor hun nostalgische prijzen. En zo is het dan gebaseerd dat het voor iedereen betaalbaar is. En dat het toch wat in de pot opbrengt. Ja, want jij bent natuurlijk op zoek naar heel veel activiteiten. Nog veel meer liefst. Zeker. Nu is de focus natuurlijk op deze activiteit. Wanneer gaat die plaatsvinden? 27 juli. Juli. Dus ja. Mooi in de zomer. Zeker. Dus ook mooi ja. weer.
Maar jullie doen dus regelmatig activiteiten. Heb je voldoende daar aan activiteiten, ideeën? Of heb je, wat hebben jullie nodig als stichting? Wat wij vooral nodig hebben als stichting zijn heel veel enthousiaste mensen die natuurlijk mee willen doen. He, dat is het allerbelangrijkste. En we hebben zeker al een hele club aan deelnemers die het hartstikke leuk vinden. Mensen betalen geen contributie, dus het is echt puur per activiteit die we ondernemen. Dat ze daar aan mee kunnen doen en dat ze daarvoor ook een bedrag betalen om mee te kunnen doen. Dus ja, dat is eigenlijk vooral het allerbelangrijkste. En voor de rest, ja, ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. We gaan regelmatig een dagje uit, bijvoorbeeld naar een museum. Nou ja, het is dan natuurlijk altijd wel even passen en meten van, goh, wie gaan er mee? Hè, hoeveel begeleiders kunnen we meenemen op zo'n moment? Zijn er mensen in een rolstoel? Zijn er mensen die zelf mobiel zijn? Het zijn toch wel allemaal dingen om rekening mee te houden. Mm. Ja, ja. En voor die dag bij jou op het terrein, wat is daar nog voor nodig? Heb je nog behoefte aan mensen die nog meer hamburgers komen bakken of oliebollen of wat dan ook? Er is iemand die heeft zich aangeboden. Die komt uit Nieuwegein. En die meneer die bezit het Nederlands beroemdste orgel wat er is. En die zet hij er gratis en Prodeo zet hij er neer. En die gaat dus mee die dag verzorgen. Dat het voor die mensen met een verstandelijke beperking een fantastische fijne dag wordt. En ja, ze zijn eigenlijk allemaal zo enthousiast. We krijgen stoelenmatters. We laten oude ambachten zien. En zo proberen we het aan te kleden daar als een soort, ja, een soort markt die je vroeger tegenkwam of op een kermisterrein. Ja. Dat beeld willen we gaan creëren. Ja. Ja. Dus dan noemen we nog een keer de datum. De 27e juli. 27 juli kan iedereen naar het bedrijventerrein. Wat is het adres? Dat is Later Seinse Middenweg nummer 4. Dus dat moeten we allemaal in de agenda zetten. En dan gaan we allemaal naar de nostalgische markt. En uiteindelijk de nostalgische prijzen die jullie innen. Die komt ten goede van de Stichting Anders. Zeker. En dat is belangrijk. Ja. Hè? En misschien nog even goed om te benoemen dat op het moment als mensen zich willen opgeven, dat het kan via samendoentiel@gmail.com. Ja, die zou ik nog een keer noemen. Samendoentiel@gmail.com. Oké, dus daar kan iedereen zich opgeven. Graag. Ja. Nou, heel veel succes met alle voorbereidingen. Dat wordt vast een hele mooie dag. Daar gaan we wel vanuit. Moet en van vast jullie natuurlijk ook genieten van. Ja, zeker. Voor allemaal. Komen. Hartelijk bedankt voor de komst en het mooie verhaal wat jullie wilden vertellen. Dank je. Goed, dank je wel. Wilt u meer informatie uit de regio? Kijkt u op www.regiotvtiel.nl. Ik ben Astrid de Groot. Dit was Tiel aan tafel.